Hallo Back Legion en welkom bij weer een nieuwe part van Assassin's Creed 4 Black Flag. Er is iemand helemaal niet blij met mij hier. En die schiet op mij heel snel en toen gingen wij dood en donderde ik van de boom af. Oh, wat een goed begin van deze part. Dat geeft alleen maar aan hoe deze part gaat verlopen. Met waarschijnlijk nog meer flauwe grappen en heel veel dodeligheid. Geen correct Nederlands is. Oh, die jongen is hier aan halve kracht. Sowieso, moet je kijken wat voor stance hij heeft. Dat is niet positief. Kijk, dat is ongeveer op deze... Zo, kijk, zie je, ziet wel wat ik bedoel. Dat is een vreselijke dood. What the fuck doen jullie hier allemaal? Jullie waren het, hè? Die man is dood gegaan nu, jullie. Christus. Nou wil ik alleen graag naar boven, maar dat mag natuurlijk niet. Ik moet via hier. How long have that kind been here? Don't fucking care. Ik weet alleen dat hier een dude in de bosje zit. Een echte bosneger. Die gaat nu zo dood. Omdat ik dat zeg. Dat zeg ik. Omdat ik dat zeg. We zullen even Eagle Eyes gebruiken en dan weten we dat daar iemand zit en verder niks. Dat die jongen dood met zijn blaaspijp, dat hij de ding in zijn reet steekt. En ik zie een kistje achter een waterval. Even douchen, even badderen. Maar goed dat we niet harig zijn, want anders is het badderari. Oh, ik weet niet waarom, maar ik heb echt flauwe grappen op dit moment. Echt super flauw ook, ze zijn niet eens grappig, maar doe maar. Dat zei ik in de vorige part ook al, dat maakt ook al zo'n flauwe opmerking. Ik heb een klein kind af en toe. Warning, restricted area. Kijk, ik zag iemand. Oh, what the fuck, jongen, je ziet toch iedereen in zitten, helemaal van boven afgezien. Dit is observatory, maar ik vertrouw die dude niet trouwens. Ik vertrouw die wijsgeer gast niet. Dit is een dude in een boom. Dit is een aapje, dit is een aapje. Aapje, val. Aapje. Aapje, wat mo. Kunk. Kill two monkeys. Ah, terug aapje. Het onweert wel lekker. Ik ben een aapje aan de skinnen, laat me met rust. Enemy achter mij. Gaan we nou moeilijk doen? Kom hier. Dank u. Ah, we gaan hier naar boven. Onweer, shit, dat klinkt echt mooi in die game. Hallo meneer. Oh, ik ren hier voorbij. Nee, dat is handig. Goed bezig, Kenway. Het werkt wel, want ik denk dat die dude zit te kijken van, what the fuck? Hij rent mij voorbij. En dan kun je hem dan juist een verrassing pakken en hem nakken. Ik wou alleen hier naar boven de synchronize. Ja, boven. Nou, laat maar naar binnen gaan. Auw. Nog waar? Dat is een aapje. Auw. Maar daar. You bitch hier in de bosjes, jongen. Sterf. Hij kruist nog maar lekker. Dood. Ik heb die dude niet gezien. Yay, follow Robert. Oké, Robert zit een beetje in de bosjes verstopt. Is this the observatory? All this. Bijna een heilige plek. Alleen nog een druppel van zijn bloed. Dat komt omdat je... dat hebben ze al een keer uitgelegd, maar... Damn, ik ben zo goed, hè. Met een kleine druppel bloed kun je in de observatory iedereen bekijken wat je maar wil en hem volgen op die manier. Dat is wel fucking ziek, het is gelijk gestopt met omweer. Dan kan ik tenminste zien dat ik hier naar boven moet klimmen in die gaten. Oh yeah. Voor de duidelijkheid, de observatory, hè. Dit doet mij verdomd veel denken aan Assassin's Creed 3, waar je aan het einde bent.
Dat zijn ook zulke blokken allemaal. Zo heel recht uitgesneden. Een beetje dezelfde textuur van een beton mamerachtig. Dat lijkt er heel veel op. Of dat, dat wat je in Assassin's Creed 3 de hele tijd rondloopt. Zeg maar beneden in die grotten. En dat was volgens mij ook van de Maya lui. Daar hebben ze volgens mij ook over. De Maya's beeld is blablabla. Ah, dat ging toen over het einde van 2012 rommel, maar... Moet diggen. Diggen, diggen, hoor. Het is mooi dat diggen ook alleen maar dat is, hè. De jongen, er zal nooit ergens bij een of ander grondbedrijf gaan werken. Grondwerkbedrijf. De waardeloze digger, kom mee. Daar heb je helemaal niks aan. De jongen staat meer op zijn schop te leunen dan op de rest. Nou, Roberts, kom. Open the door, biatch. Ja, sowieso dezelfde shit. Dat is die van Assassin's Creed 3. 80.000 jaar. Jesus, Roberts, have you gone mad? Quite the contrary, Edward. These wags would have gone mad at seeing what lies beyond this gate. But you, I suspect you're made of. Is dat mijn kwartiermeester, dude? Die... Nee, het zijn allemaal. Nee. Ook getinte mensen. Oké, kist. Ah, die kist. Ah, dat zit in die blood sample. Ik zei toch dat ik die dude niet vertrouwde trouwens. Not quite as I remember. But it has been over 80 millennia. Ah, rot. That's impossible. Step as if on thin ice, Captain. I must say I'm quite taken by this new vocation of mine. And it may amuse you to know that I have authored my own articles of conduct. Oh, God. Creed of your own, eh? To keep the peace, yes. I forbid all gambling upon the deck, for instance, for it leads to more conflict than camaraderie. Daar heeft u zich wel gelijk in, ja. During battle is forbidden. And I require that all men keep their pieces and cutlasses clean and fit for service at all times. Sensible. And punishable by death if disobeyed. Look at this place. Beautiful, isn't it? Aye. Like something out of a fairy tale, or one of them old poems. There were many stories about this place once. Tales that turned into rumors and again into legend. The inevitable process of facts becoming. Dit is wel zieke shit. Van daar ook ik stil ben. Ik ben helemaal beduust. Beduust door imposante dingen. Nee, maar het ziet er wel vet uit. Yes. These cubes contain the blood of an old and ancient people. Oh ja, damn! Wat zijn er veel? Als hij dat bedoelt tenminste. The more you talk, man, the less I understand. Oeh, kijk. I don't expect. Gewoon draaien dichtje. Only remember this: the blood in those files is not worth a single real to anyone anymore. Ja, want iedereen al dood is. Iedereen wat in die flesjes zit, die is al dood. Here we are. Place the chest just there. Wat is dit voor time machine ding dan? Nee, met de skull erop. Nee, daar word je blij van. Oh. Tuurlijk, waar zet hij iets neer? Dat is een aap. Die een scheet laat. Oh, dat is de grond hier. A security measure. Just a moment. Veiliging. There we are. Juist. So what is this place? Think of it as a large spyglass, such as we sailors carry. A device capable of seeing great distances. Klinkt logisch. What the fuck, hij plaatst het links en het verandert naar rechts toe, dat is lelijk. This is bloody witchcraft. Ah. No, this is Mr. Jack Rackham, somewhere in the world at this moment. Jack Rackham, Jack Rackham, waarom komen we er zo bekend voor? Well, this is happening right now, we're seeing through his eyes. I'm called Jack Rackham, is zo bekend voor. I don't know, Jim. I haven't the faintest idea. Hij kan de hologram skippen, als je dat wil. Je denkt wel, ah, dat boeit me niet. Ah, Jack, dat is Jack, dat is die vrouw. James. James Kidd. But you have to want it and work for it. There's no stumbling into true success. Hey, lad. That's my last show making love to you. You lay off, or I'll catch ya. Up your ass, Rackham. Lad's the last thing you should be calling me. Oh,
Oh, is that right, is it? Lad? Goed bezig. Hey, kijk, daar belt nog iemand. Aha, dank u. Governor Woods Rogers. Ah, goddammit. Mijn oma zit vast op dat ding. Oh nee, dan zou ze niet bellen. Voor de mensen die nieuw zijn of gewoon niet meer weten of vergeten zijn, mijn oma belt. S'avonds meestal. Tijdens dat ik commentaar doe. Omdat het kan zijn, dat tenminste het is ooit één keer voorgekomen. En ze belt nu al bijna 8 jaar lang of zo elke avond. Daar word je helemaal gek van af en toe. Maar voordat ze niet van de trap af is gedonderd of dat ze vast zit op de stoeltjeslift. Traplift. Ik noem het altijd stoeltjeslift, maar traplift. Af en toe zijn de batterijen wel eens op en dan hangt ze boven aan de trap en dan kan ze het niet af of wat dan ook. En dan belt ze dus niet en dan zegt voor, wat was het, 10 uur niet belt of zo. Dan, dan moeten we eens even gaan kijken als ze niet daar hangt boven de trap gaat. Dat is het idee. Maar ja, het is één keer voorgekomen en dan nog. En ze heeft nu ook nog een belletje om haar nek heen, zodat ze daarop drukt dat gelijk de buren eigenlijk gebeld worden en al die rommel, dus. Eigenlijk is het niet nodig. En we hebben nou dit niet echt meegekregen, ik niet. Niet heel veel boeien, maar het is wel een chill ding dat, ja. Sorcery, that's what it is. Not so! Every mechanism that gives this device its light is a true and physical thing. Ancient, yes, but nothing supernatural or strange. We'll be masters of the ocean with that. For such ambition. See? Told you. There is nothing in my code about loyalty, boy. You played your role, but our partnership is done! Told you, die bitch, niet te vertrouwen. Ik wist het! Dat was de titel van deze part vanaf nu. Dat wist ik al, ja. Find a way out. Dat was sowieso al logisch dat ik dingen moest gaan beklimmen, want ik zag er allerlei dingen denken van, hé, hey, dat is een klimplek, dat is een plek om te klimmen, dat is een plek om te klimmen. Dat was al heel makkelijk te spotten, vond ik. Oh, de deur is dicht, zeker. Oké, dan zoeken wij een andere uitgang. Dan hier wel. Even kijken, kunnen we vanaf hier ergens op? Nee. Moet ik daar niet gewoon naar beneden? Ben ik de verkeerde kant op geklommen? Rent. Komen we dan nu achter land in het water, dank u. Is dit wel waar ik erop klom? Ik weet het al niet meer. Maar is dit wel waar... Nee, dit is niet waar ik erop klom. Oh, waar? Nou weet ik er niks meer van. Nou ben ik echt katten weg kwijt. Nee, daar sprongen we erop. Waarom kan ik hier naartoe dan? Wat een nut. Ah, er zit een big ass deur achter iets hier. Find a way out. Ja, als ik weet hoe, game, zal ik een weg naar buiten vinden, man. Ik heb buiten allerlei klimdingen gezien en hier een paar, maar voor de rest weet ik het ook niet. Daar kunnen we niet opklimmen. Al lijkt het een klein beetje zo, daar kunnen we niet opklimmen. Dan moet ik een weg hier uitvinden. Daar boven! Maar, hoe komen we daar? Gewoon via deze muur, denk ik. Jongen, ik weet het. Ik had het al uitgevonden, game. Dankjewel voor de tip. Maar ik was er al achter. Inmiddels. Dankjewel voor de hulp, game. Die ik niet heb gekregen. Ik wil fragment klimmen. Niet opeens raar gaan doen. Altijd hetzelfde met hem. Hij gaat altijd raar doen. Ik weet hoe dit werkt. Game. Oh, fuck. Kom iets te ver. Hey, kijk, een fragment. Yay, voor zijn fragment.
Jump! Oh, so badass! Niet echt. Oh, wow, what the fuck? Oh, onmogelijke werd daar weer gedaan natuurlijk. Oh, dat is echt heel knap. Maar hey, we zijn eruit. We hebben het overleefd. Yeah, yeah. Het is altijd fijn dat er een of andere luchttunnel is ergens in de buurt. Waardoor wij kunnen ontsnappen. Dat we ook echt gewoon niet daadwerkelijk vastzitten. Dat is altijd zo fijn, hè. Wee ow. Bosjes en het water. We arrived. Heeft hij nou iedereen uit onze boot gezet? Of wat is dit voor vergadering? Oh, we bloeden een klein beetje. Oh, we bloeden nog steeds heel hard, denk ik. Ah, oh, we hebben echt een dagger in ons, dat wist ik niet eens. Oh nee, is een stuk tak. Laat maar. Een stuk tak. Hallo. Help mij, ik ben een doodbloeder. Help me. Hallo, oké, die zijn allemaal rood, dat zijn allemaal enemies. Robots! Niemand hoort al, jawel, ze kijken allemaal. Wat nou weer? Oh, ze gaan me echt allemaal aanvallen. You fucking serious. Ja, we gaan hier dood. Zie? That's the beauty of a democracy. The many outvote the one. Oh, you could sail with me, but with a temper as hot as yours, I fear you'd burn us all to cinders. Kon niet anders dan dat we dood gingen. I know the king's bounty on your head is a large one, and I intend to collect. Have you? Ja, ja. Have you ever seen the inside of a Jamaican prison? Nee, nog nooit geweest. Het is niet echt mijn favoriet vakantieoord. Jij moet dus naar de tandarts toe die jullie niet hadden in die tijd. Vuile bitch. En yay voor niet echt een memory sink halen. Daar zijn we nooit goed in. Nou ja, ik niet. Ik zeg altijd we, maar het is eigenlijk ik. Of course. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Komt onze crew ons redden? Oh fuck. What the fuck? We zijn nu in Abstergo, rommel. What the fuck? Oeh, dat is een mooie grote tv. We zijn nu opeens in Abstergo. How are you? If you're anxious, that'll pass. It's the Midazolam. I'm sorry about this. But we've had so many security breaches, we were forced to take drastic action. And Olivier is missing. Oké, dat boeide mij dus helemaal niks en ik vond de sticky note interessanter. Oh nou, Olivier, boeit mij helemaal niks. Oh ja, gecompenseerd. Door wel, op welke manier? Oh, ik ben al aan het recorden, had je bakken. Wat met mijn werk, oh god. Nou, laat maar zien. Ik wil hier uit en wedden dat die hacker dude ons helpt. Dus we zitten niet alleen in de Jamaicaanse gevangenis, we zitten ook hier in een fucking gevangenis. Nee, daar moet je blijven. Security room and use the cameras to watch the door to the server farm. Unfortunately, Melanie's in there now. So when I escort her out, that's when you make your move. I'd wipe these servers myself, but as the head of IT, I'd be a suspect. It has to be someone they've already locked up. Die dude vertrouw ik dus ook niet. They run our lives, you know. Die dude die gaat ervoor zorgen dat wij juist nu gesnapt worden. 100%. Vertrouw die gast voor een zak. Echt voor geen ene fucking meter. Nee, echt niet. Voor geen 1 meter. Ook geen 10 centimeter eigenlijk. Gewoon voor geen enkele fucking meter. Hé, kijk. Een QR-code ding. Jee, we hebben de 11 van de 20. Yeah.
Waar de fuck zitten wij in vrede? Jesus Christ. Wat zitten wij laag onder de grond? Alright, listen. I'm entering the server room now. When you see us leave, get in there. Wedden dat ik vannacht wat Desmond Miles. Ik heb er 100% zeker. Target number. Ah, ik weet niet hoe die dingen werkten. Ah, wel, weet ik wel. Ik kan niks doen. Wacht even. Oh ja. Laat maar. Ik weet, kijk. Ik kan wel wat doen. Ik moet alleen zo. Die is waarschijnlijk zo. En dan die zo. Dan is die zo. En dan deze. Bam. Kijk, ik kan het wel. Was niet zo moeilijk. Ik wist alleen niet dat ik iets met de rechter stick moest doen. Testing microphone. Yay. Mijn microfoon is getest en is goed gekeurd. Dankjewel. Down here by yourself, Miss LeMay. My team will handle the investigation. But you need an extra set of eyes on this thing, John. We don't even know when the hackers broke in. It could take weeks to go through this data. One, at most. Still too long. I can't keep my team locked up for a week. Legally, you can. It's what they signed up for, even if they didn't read their contracts. Yes, of course. I just hate the idea. So what's the next step? My team is processing the data now. We'll start sifting through it tonight. Scout's honor. Coffee's on me, okay? Ah, wat de fuck gebeurde daar? Zij teleport heel raar weg. Wat zeg je? We moeten die map wel even open doen, anders kunnen we niet zien waar we heen moeten. Nou, naar links of naar rechts moeten. Alright. Oh, ik kan ook rennen. God dank. Find a server containing the network logs. Since I have a record of each and every one of your hacks. We'll just search for the timestamps on those and turn that. Holy fucking crap, dit is wel mooi. Wat ziet die zie ik uit? 07, 06. Dit ziet er fucking vet uit. Here we are. Beautiful. I'll update your communicator one more time. A little program I cooked up just for this purpose. There we go. I think that worked. Try it out. Weet je dat het niet gaat werken? Dat wij nu genakt worden. Oh, we mogen hier weer mee spelen. Bam. Ik zei toch dat ik kan? Ik ben hier heel goed in dit hekspelletje. Initiate remote hacking. Oké. Okay. Ah, moet ik nou alweer wat gaan hacken? Is dat die met die bolt dit? Nee. Oh, dus dat is een kutding. Ah, fuck ja, ik moest. Op een gegeven moment moest ik wel. Oh, net tegen die fucking rand op. Zo typisch. Just my luck. Oh, fuck. Ik kan ook wel op en neer op de lijn, maar... Fucked up. En we zitten veilig in het midden. Dan hier naartoe. Oh, fuck. Oh, kut, sorry. Ik was niet aan het opletten. Ik dacht dat hij naar beneden ging. Niet naar fucking boven. God damn it. Ik haat dit spelletje zo hard. Die andere hackshit ben ik allemaal heel goed in. Kuch. Niet daar gehand, maar... Daar ben ik, oh, for fuck's sake, daar ben ik nog wel redelijk in, maar deze, daar heb ik echt problemen mee. Toen ik vroeger in Kick a Croc was ook best wel goed. Dat was echt een leuk spel, maar... Hier... Gaat het niet zo hard. Yes, we zijn er. Het is eindelijk gelukt. Woehoe. Niks is succesvol. Moeten we nou nog een keer hacken of zijn we nu klaar? Pirates of Nightmares in... Internal context video. Ik weet niet of ik dat wou doen.
Ik wil alleen even pauze doen om te zeggen dat we verder gaan in de volgende part. En ik weet niet of je nou die video vannacht hebben, anders kan ik hem zo weer opstarten, dat is het probleem niet. Maar we gaan verder in de volgende part. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Als je het leuk vond, geef natuurlijk even een dikke thumbs up. Deel het met je vrienden en zet hem in je favorieten. En zie ik je weer in de volgende video. Laters!